Yo, gasten die het kennen. Fuck die toeteren! Gloednieuwe video, mijn naam is Tony Kok en vandaag zijn we terug met de Weekend League Rewards. Het is vandaag donderdag, morgen op de TOTS uit. Dus ik ga vandaag alleen even mijn rode kaartje openmaken en alle pakketjes heb ik bewaard. Ik heb heel veel pakketjes morgen. Nou ja, voor jullie straks. Nou ja, straks in de video. Dus ik hoop echt dat ik Griezmann ga krijgen. Lijkt me echt fucking chill. Op Aubameyang zou echt een hele zieke supersub zijn. Dus één van die twee hoop ik. Voor de rest is dit gewoon een prima team van de week, man. Je mag echt niet klagen met zo'n team van de week. Het ziet er gewoon prima uit. Dus, daarmee gezegd hebben, gaan we snel door de Fishing Rifles claimen en de Weekend League was. Dus, let's go. Yes, de Fishing Rifles. Niks bijzonders aan. Rang 3. Nee, we gaan gewoon voor de pakketjes, boeien joh. Ja, boeien? Lekker voor de pakketjes, hopelijk pak ik een keertje tots, man. Van de eerste keer, pats, meteen tots. Let's go. Dan door naar de Weekend League Rewards. En hopelijk Aubameyang of Griezmann, man. Zou echt chill zijn. Al is hoogreden ook prima, kan ik lekker voor SBC's gebruiken. Dus zou op zich allemaal prima zijn. Als de verbinding het doet. Dank je. Oké, elite 1, 27-1. Gewoon prima, niks aan het handje, prima. Moet wel snel weer even een keertje 30 nulletje poppen, maar... Gewoon prima, lekkere pakketjes. Lekker bewaren, alleen het team van de week pakket gaan we trouwens nu ook meteen even openmaken. Niet te vergeten. Dus, de eerste, Aubameyang of Griezmann, zou lekker zijn. We beginnen met die... Gavi, Martinez. Nou, op zich, voor de eerste playpick, één van deze twee kan lekker zijn. Dus, de tweede meteen, Benzema. Kijk eens, dat is een lekker begin. Gaat waarschijnlijk niet als supersub komen. Dat is een beetje traag als supersub. En ik kan ook niet echt draaien, maar op zich. Lekker man, voor SBC'tje denk ik of zo. Al is het wel heel leuk om in je club te hebben. Laatst was het waarschijnlijk gewoon shit. Maar ja, je weet maar nooit. Aubameyang, Griezmann. Benzema weer. Zo krijg ik twee keer Benzema. Veranderen in Griezmann of Aubameyang of zo, jongen. Doe even een evaluatie. Een evaluatie willen we zien. Nou, in ieder geval, we gaan snel door naar de pakketjes. Playpicks, best prima. Belotti is gewoon best prima. Ga ik nooit gebruiken, maar Benzema die gaat waarschijnlijk allemaal voor SBC's gebruikt worden. Dus, ik weet niet. Wat zouden jullie doen? Zouden jullie alsnog voor de 60 upgrade uiteindelijk gaan, SBC? Of zouden jullie gewoon voor misschien wel betere SBC's gaan, zoals een TOTS, weet je wel, een TOTS SBC of zo? In ieder geval, laat mij weten in de comments of jij nog de 86 SBC upgrade bruikbaar vindt. Ik twijfel een beetje. In ieder geval, laat mij weten. Ga snel door naar de pakketjes. Let's go. A few moments later. Er zijn heel veel pakketjes. Dus ik moet even doorscrollen. Hier zijn ze. Team van de week pakket. Nu dan Griezmann, alsjeblieft. Nu gewoon Griezmann. Of Benzema. Allebei. Nee. Aubameyang mag ook. Als het maar knaken waard zijn. Als het maar knaken waard zijn, is het helemaal prima. Het is een walkout. Let's go. Frans. Arnautovic. Nee. Arnautovic. Prima. Hoog-rated. Wellicht van SBC nog gebruikt worden, maar ja, ik waren momenteel een beetje allemaal in vorms. De rest is wel shit, wel één hoogreden op zich. Best oké, kan beter, maar hè? Lang al maar duur genoeg is. Oké, volgende en laatste en dan de rest van morgen. Ja, voor jullie meteen achteraan, maar voor mij morgen. Dus ja, daar gaan we. Let's go. Let's go. Kom aan, we willen weer een walkout, alsjeblieft. Is het een walkout? Het is weer een walkout, nu willen we Frans. Tadic. Niet. Ja, dat is iets wat we niet bouwen. Jongens, mijn packluck is gewoon niet aanwezig, man. Is gewoon niet on point. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat ik tegen EA heb gedaan. Maar het is al het hele seizoen buiten een rood kaartje Neymar om. Shit. Echt shit. Maar ja. In ieder geval. Zit er nog achter. Saus. Dus, dames en heren, in ieder geval, we gaan snel door naar morgen. Yes, dames en heren, we zijn er weer. We hebben 4 potjes weekly gedaan. Maar, de tots zijn er. Ik hoop echt op Gomez of wat dan ook, man. Maar als het maar iets blauws is, ben ik al tevreden, man. Maar iets blauws is... Kan je ook zien wat de... Ik weet niet zien. Wat de kans is dat je een pakt is, dus. Maar ja, in ieder geval, we gaan gewoon meteen openmaken, man. Ik ben super hyped. Dus we gaan beginnen gewoon met slecht en we gaan een paar ervan niet openmaken. Dat is zeg maar de La Liga booster, Serie A booster. Die pakketjes ga ik niet openmaken. Dus ik ga gewoon de spelpakketjes openmaken die gewoon van een gouden pakketje zijn. Dus, maar we gaan. De eerste is geklikt. Gouden pakket. 5k pakket zit waarschijnlijk niks in. Hij laat ook wel heel lang, moet ik zeggen. Maar er zit waarschijnlijk niks in. Ik ben niet eens een border natuurlijk. Bruh. Wow, die hele menus zijn helemaal sloom, jongen. Het is zeg maar nu 20 over 7 en ik denk echt gewoon dat er zieke delay is in de menus, man. Kijk dan. Wauw. Als mensen nu voor Champions spelen. Het is nu vrijdagavond. Als mensen nu voor Champions spelen, sowieso dat je een disconnect krijgt, man. Kijk eens even. Het duurt echt gewoon een eeuwigheid voordat het is geopend. Normaal is het echt klikpats. Kijk je, nu is het klikpats, geen pakketje. Weer geen zeldzame kaart. Maar kan je niet verwachten uit de 5k pack. Maar hopelijk krijgen we gewoon even packelijk, man. Gewoon even 1 tots. 1 tots zijn we tevreden, man. We hebben, laten we zeggen, 10, 11 pakketjes die we gewoon kunnen openmaken. Dus hopelijk gewoon even 1 tots. En het mag wel iets sneller het menu. Mag wel iets meer vaart. Mag een beetje turbo in zitten. Dankjewel. Oké, gaat spelelerspakket. Geen idee hoeveel het waard is. Weet niet of het goed is. Dus we gaan gewoon zien wat eruit komt. Het zal wel niet zo heel goed zijn. Het zijn niet eens borden volgens mij. Niet eens borden. Nou, gaan we meteen door. We zijn hyped. We willen een blauwe fles zien. Volgens mij is het een blauwe fles tenminste. Ik heb geen idee wat voor fles je kan krijgen. Jeetje, mineetje zegt. Het duurt echt een eeuwigheid, joh, die winkel. Oké, kom aan, volgende. Ja. Als je tijd hebt, als je zin hebt. Het zijn borden, kom maar. Niet blauw. Maar het zijn wel borden. Brazilië? Niks meer. Oh, Costa. Daar aan de Costa zag ik je lopen. En ik zeg heerlijk, je zag er lekker uit. Ah, op zich niet verkeerd. Het is alsof je door een snorkel ziet. Ga spelen het premium pakket. Dan hebben we nog een 100k packs, megapakket. Zoals een megapakket of wat dan ook. Wat het ook allemaal was. Maakt me toch allemaal uit. We moeten gewoon even een totsie packen, man. Even een totsie. Totsie. Er zijn geen borden. Boeit me dan ook niet. Boeit me dan ook gewoon niet. Maar het is wel. Het is wel. Ja. Best. Jezus, die menu's houden. Oh, daar word je ziek van. Oké, kom aan. Oké, kom aan. Gouden topspelerspakket. Geen idee wat het allemaal waard is, jongens. Ik weet alleen, jongens, zoals megapakket of wat dan ook, is 100k waard. De rest weet ik niet. Het zijn borden. Het is niet blauw, het is niet eens een walkout. Dan boeit het me al niet meer. Nou, Italië, dan boeit het me al helemaal niet meer. Maar, ja. Dan gaat er iets sneller menu. Quagliarelli. Zo. Ja, in ieder geval. Alsjeblieft, man. TikTok. Dank u. Ga je te helpen. TikTok. Dat is dan een spelerspakket. Kom aan. Oh, je Jumbo is zelfs aan een spelerspakket is 100k pack. Dat is het enige wat ik weet. Voor de rest, ik heb geen stand van wat alles waard is. Niet eens borden volgens mij. Nee. Dat boeit het me ook niet. Oké, kom aan. We willen even een tots, man. Je gaat me niet zeggen dat in elk pakketje geen tots zit. Maar even één keer geluk, EA. Eén keertje. Doe maar even wat lekkers, man. Gewoon een Gomez van Liverpool. Die cv, die lijkt me echt ziek, man. Gewoon even een Gomezje. Gun het me gewoon even een keer. Gun het me. Of een Icon. Icon mag ook. Icon mag ook helemaal prima. Gun het me, man. Zijn borden. Kou. Die blauw is wel een walkout. Het is Duits. Dat is dus niet best. Nooier. Steven. Dat is prima. Daar ben ik tevreden mee. Prima. Waarschijnlijk pak ik voor de rest helemaal niks meer, maar we hebben het tegen. Dat is gewoon prima. Niet even klaar. Oké. Ja. Zet jij niet in de tots? Wacht, ik bewaar jou even. Je weet me nooit. Oké. Volgende. Ik heb in ieder geval iets van een afbeelding voorbij zien komen dat ik daar dat ik zag dat hij in de tot zat, maar het zou waarschijnlijk wel fake zijn geweest of zo. Maar ja, je weet me nooit, weet je, misschien verandert IE een per ongeluk zo pats. Beam! Een schot in de roos. Is het een tots? Oh jongens, we willen een tots! We willen niet bullshit, dit is hamstik volgens mij niet. We willen een tots, man. Eentje is genoeg. Als het de slechtste van allemaal, we willen er één. Gewoon even kijken hoe het allemaal eruit ziet. Oh, die wil ik ook bewaren. Maar even kijken hoe het allemaal eruit ziet. Weet je wel hoe die animatie eruit ziet? Maakt me niet uit, al is het de slechtste. Gewoon even eentje. Wel fijn. Maar even eentje. Mega pakketje. Kom maar. Dan gaat hij in zitten. Kom maar. Kom maar met het blauwe vleetje. We willen het blauwe vleetje zien. Het is niet eens poeder. Oh. Ik zweer man, mijn packluck niet. Ja, Testegen is best prima. Maar voor de rest, mijn packluck man is niet best man. En de menus zijn ook echt niet best man. Top, het lijkt een spelerspakket, komt er maar. Oh, hierna hebben we alweer de laatste pack man, volgens mij. Ik pak alleen maar bullshit. Ongekend man. Ongekend. Ongekend. We worden bijna agressief. We worden bijna agressief. Gewoon bijna. Oh jeetje. Bijna agressief jongen. Kijken. Wat boosters ja. Laatste pakket. Zeldzaam gemengd spelerspakket. Volgens mij is dat echt een shitpack. We gaan hem openmaken. Dat is het laatste wat ik heb. Zijn woorden, come on! Die blauw. Ik zoek geen walkout. Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Dat is echt. Zwaar teleurgesteld. Ah, dit is echt bullshit man. Ik ben niet boos. Oké. EA, kleine mededeling. Ik ga nu mijn Weekend League spelen. Of nou ja, morgen of vanavond. Ga ik mijn Weekend League spelen. En dan volgende week pak ik allemaal zieke tots. Gewoon echt de ziekste, Gomez, noem maar op. Ik een mooi deal. Dat ik nu echt al 3 maanden op rij bijna niks pack. Of letterlijk niks pack. Mooi deal. Maak het helemaal goed? Helemaal goed. Top. Gaan we doen. Oké, in ieder geval. Dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Drop een lekker blauw duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op de channel. En de aankomende week gaan we met ziekes packen. Moet wel man. 3 maanden op rij. Volgens mij fucking niks gepakt. Ouwe. Ciao.